Eindelijk is het dan zover. Na maanden verbouwen en schilderen verhuizen Lindsay en Dave naar hun nieuwe huis. Hulp is onderweg, maar zo lang kan Dave niet wachten. Nou, zit een goeie nomos, hè? Wat? Niet met één beauty case, maar met twee beauty cases. Hé? Nee, dat stopt maar niet. Maar, sst. Ja, zie die, hè? Dat is Geerske. Ja, amai, dat is al de eerste fret dat we mee mogen. Alles, schat. Hoe heet dat toch? Hoort. Oh, dat is lak. Lak? Lak. Je zak zal straks zonder. Shit. Hier. Dat was het. Ja. Dat had nog een kop geweest. Amai. Allee. Allee. Zeg, kom. Gooi dat maar al in de vuilbak. Wat? Schat, waarom wil je dat in de vuilbak gooien? Omdat me dat irriteert. Jean-Marie en zijn wielermakker zijn in Kortrijk voor hun eerste fietstochtje van het seizoen. Romantiek, Nengam, alsjeblieft. We zijn echt massa's fan van u. Massa? Uit waar. Ga je een stilo bij? Ik heb dat altijd beter als we Jean-Marie Pap tegenkomen. Ooit in onze droom. Allee, ja, dat is waar. Dat moet... Ah ja, dat is goed gedaan. Wat? Dank u wel. Dat is wel een lekker dank u wel. Nu, kijk, zie, mijn hart springt. Ook bij de familie Goris is het tijd om wat aan de conditie te doen. Sam heeft meegedaan aan Dancing with the Stars en is het nog niet verleerd. Dat is iets voor u, Sam. Sterren op de dansvloer. Kom aan, sterren op de dansvloer. Uw armen meer op de papa's schouder. Zo, mooi, ja, mooi recht. Sterren op de dansvloer. Sterren op de dansvloer. Hoofd recht. Hoofd recht, Janaya. Is het zat, hè? Ja. Niet alleen Lindsay en Dave verhuizen vandaag. Ook Casper krijgt een nieuw huis. Gerokte jij daarin? Kom. Joi. Oh, manneke, dat is heel goed. De aftrekker bij jou. Zo. Voilà. Oh, wacht. Want ik heb geen sleutel bij. Vandaar. Papa gaat toneeltje doen, hè? Hoe dat die meneer dat deed. Kom, dan gaan wij ons zetten, hè? De volgende graag. Ik kan proefzingen voor de tv. U kunt beginnen. Ja, mag ik nog even zeggen, voordat ik begin, meneer Lemmermans. Ik ben hierheen gekomen om proef te zingen vanwege het hoofd der school. Dat is één meneer Verkouden. Dat is heel geestig. Hij heet Verkouden en ik heet Verkade. En daar heb ik laatst een leuke woordspeling gemaakt. Toen zei ik, u heet Verkouden, ik heet Verkade. Ik kan wel Verkouden zijn, maar u kunt nooit Verkade zijn. Ik denk dat deze de sleutel was. Ik weet het niet. Maar heb je nog toch in de reserve? Ik zal er laten bijmaken vooral, hè. Jawel, maar die is ingepakt. Dit kan wel niet. Anifa? Oké, bye. Anifa. En willen we. Oeh. Maar ja, zou die heel de dag zo was in. Allee. Naar links. Jean-Marie's conditie is niet meer wat het geweest is. Gelukkig heeft hij zijn wielervrienden nog. De eerste klim wordt hem bijna te veel. Heel gehaald, kom op.
Een beetje. Hij is vast? Ja. Kan het niet, man. Man, het is niet genoeg getraind, joh. Het is nog vroeg op het seizoen, hè. Ja, München Brass gaat is maar september. Zo maar ritje, dat is wat anders of in de Holstein, hè, vriend? Wat ruist er door het strand? Uw tijd is om. Ja, dat dacht ik wel. De verhuizing is een grote stap voor Casper. Lindsay wil er dan ook voor zorgen dat hij zich thuis voelt in deze nieuwe omgeving. Waar is hem? Langs daar. Oh, Casper, kijk eens. Uw nest. Wacht, wacht, zet hem niet eens op zijn pluts, want anders gaat hem erin liggen. Ja, dat weet ik nog niet. Dat is deel van de decor, maar... Kom eens hier, Casper. Stem, manneke. Allee. Ja, ik heb anders schrik dat hem naar buiten zou lopen. En tussen het zand, je ziet hem niet, hè. Hoe komt het dat hem is? Zie je, die vent, hè? Dat is uw plutske nieren, hè. Jean-Marie is net op tijd thuis om een imposante Griekse zuil van Lindsay naar beneden te helpen. Beetje naar achter. Zou je die niet op zijn rug liggen, joh? Lekker daar rustig. Hey. Nee, moet de breedte. Zou je de breedte liggen, hè? Ja, maar kantelen hebben ze niet al. Kunnen we overleggen naar de golle dag? Dan moet je een koor zijn. Dan hebben we een koor gedaan, zijn omhoog getrokken. Dat is niet zo zwaar. Ja, dat is niet. Wacht even, Dave. Dave, wacht even, hè. Wat? Wacht even. Ik zou dan meer een koor laten zeggen. Nee, wacht even. Danny, pak je een stoot. Danny. Zijn we klaar? Wat ruist er door het struikgewas? Goed zo. Het is Zak is wat met zakken. Dus ik ga eerst gewoon met de nagels staan. Ik vind dat een heel rustgevende kleur. De kind komt naar beneden, even wachten. Hè. Kijk, 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 wat. Oké. Oh, onze Tarzan is hier. Hé, we zijn gaan we toe. Dat was aan, gaan we toe. Hij heeft een kroon, wat was daar? Hij was op de dag. Kijk, een andere kant pakken, een andere kant. Oh, man, Norman, kom eens even mee helpen. Ik ga een keer kijken, man. Ik ga een keer aanblijven. Danny, pak jij dat. Danny gaat op die stoel staan. Danny, pak de stoel op wat op die stoel staan. Nee, Danny, zit je gewoon op die stoel mee? Ja, rustig. Danny, ja, daar toch niet, Danny? Ja, allemaal kan. Ja, er is dat. En daar? Ja, kom gewoon tegen de stenen zitten. Op de stenen, op de stenen zitten. Op staan, op staan. Pas, niet spreekt, hè. Oké. Kom maar met het vrij. In Beveren heeft de hoogzwangere Debbie het zwaar. Ze heeft het werk, de zwangerschap en dan ook nog natuurlijk Keanu. Keanu? De laatste keer. Hier spelen. Allee. Nee. Dat mag niet. En dat weet je, en hij heeft mama al 20 keren gezegd. En... Nee. Nee, dat mag niet. Hé. Hey.
ben baas. Ik ben baas. Echt wel. Kanaya krijgt sinds kort zwemles en dat wil Kenji wel eens van dichtbij zien. In Brasschaat wordt de eerste verhuiswagen zorgvuldig volgeladen. Oei, oei. Mai. Ja, dat toepas. Eén, twee. Voilà. Dan hebben we weg, hè? Momentje, 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 Kiano, alsjeblieft. Is toe? Hij wil niet. Kiano, ja. Kom, Kiano. Hallo, kom maar. Mama, ga mee. Kom. Hey, nou moet ik hier niet aan zitten. Ongelooflijk, hè? Nee, maar dat is voor die deur te beschermen. Zie je, hij doet de dingen open. Bam, alles naar beneden. Ja, want dat zijn onze lakens. Zeg, ons liefdesbrieven en al. Lieve schat. Dat zijn ons liefdesbrieven. Wanneer heb ik die nodig gehad, hè? Jawel, dat is een van mij. Kom. Neem het affaire mee. Ik wil niet. Er zou ze eigenlijk een handleiding van moeten geven. Van wat? Met een klein. Dat is niet moeilijk, een klein. Je moet dat een ritme aanbrengen. En als je dat ritme aanhoudt, dan doet dat zijn ritme. Maar dan gaan we een keer om 11 uur in zijn bed steken, een keer om 1 uur in zijn bed. Ja, dat is niet om 11 uur in zijn bed steken. De vorige keer heeft hij geslapen om 11 uur tot 12:30. Ja. Moet niet zijn dat je waar is, bent dan thuisgekomen. Ja, ik ben een slecht. Is dat er één keer uit mijn mond gekomen dat je slecht bent? Heb ik dat één keer gezegd? Nee. Het Griekse ornament heeft de verhuizing overleefd en moet het pronkstuk van de woonkamer worden. Goed bezig. En weet je wat tof is om deze spel hier? Dat je er kunt doorzien. Dus in wezen mag je dat eigenlijk. Schuin zou je daar niet zitten, want dat vind ik ook maar van de hond. Maar... Zo. Nee, recht, probeer eens. Nee, schat, dat is niet schoon, recht. Dat kan niet schoon zijn. Shania's zwemles zit erop, maar Kenji weet van geen ophouden. Mag ik het eens eerst? Ja, probeer het eens, maar... Dat kan niet schoon zijn. En
zo. Ja, wel, maar hij zegt, ik kan het eerst proberen. Ik zeg, nee, ik vind, dat is niet schoon. Schuin, hè? Ja. Ik weet niet. Nee, want je hoort van hier niet zien welke fles dat er hier staat. Ja. Schoon, hè? Echt de waarheid. Ik zou graag eens hebben dat een man ook eens zwanger kan zijn. Dat heeft daar niks mee te maken. Dat heeft er wel mee te maken. Ah, tuurlijk. Dat heeft daar niks mee te maken. Nicola, bij de eerste zwangerschap, hè. Dat heb ik in de muur, schat. Ik leed dat neer, schat. Dat heb ik in het donker, schat. Tuurlijk. Wat moet hebben, schat. Tuurlijk. Ik ben 6 of 7 weken voor mijn... Is dat niet normaal? Nee, weet je wat normaal is? Dat je dat nu zou doen. Nu zit ik heel dag bezig met Keanu. En zit hij dan nog een keer dit en dat. Ik ben ook bezig met Keanu. Dit en dat, hey. Ah, dit en dat. Ik doe precies niks in. Maar kijk, je zei dat hij niks doet. Daar gaan we weer. Hey, dat is ongelooflijk, hè. Ik heb dus nooit niet gezegd dat hij niks doet. Ik heb nooit niks daarover gezegd, maar hij begint er altijd over. Ik was, ik plas, ik strijk. Jongen, maar schat, hey, ik zeg een beetje respect. Ik heb dat toch niet gezegd? Ik zeg gewoon van, als je het niet meer aan kunt, dan kun je het niet meer aan. De verhuizing van Lindsay en Dave verloopt prima. Ook Jean-Marie draagt zijn steentje bij. Wat zit erin? Water. Een soppetje. Ik heb hier van die ladder. Dat is juist gelijk. Ik heb jammer. Is dat een friet voor zijn? Als je gewoon met zijn handjes te werken laat je een handjes te halen. Ik zou dat hem de nimmer vast heeft. Of pech. Pech meer. In Beveren heeft Keanu na enig aandringen toch ingestemd met een middagdutje. Debbie kan weer even op adem komen. Och, Nicola, ik toch. Reg jij toch allemaal... Ik mag me dan geen zorgen, ik mag me dan niet drukken. Bah. Zou dat Peter wel doen? Maar waarom moet ik mijn zorgen maken? Ik bedoel, het leven gaat verder. Moet ik mijn zorgen maken over morgen? Moet ik mijn zorgen maken van... Oh shit, op een dag gaat hij in een boom klimmen... gaat zeker 9 kansen op 10 keer naar beneden kletsen. Moet ik me dat zorgen maken? Ik bedoel, dat gaat gebeuren en dat het probleem zich voordoet... Ja, dan kan ik zeggen, shit. En dan kan ik misschien beginnen panikeren of gelijk wat. Ik bedoel, dat interesseert mij niet. Ik bedoel... Nee, maar dan maak ik me na toch ook nog geen zorgen. Amai niet, je maakt jou zorgen in alles. Hè. Je maakt jou zorgen in alles. En dat moet gedaan zijn, dat moet gedaan zijn. Ik bedoel, dat we gedaan zijn. Ja, het leven allemaal zo relaxed is, like dat jij erover gaat, hè, man. Dat gaat er veel gebeuren. Sam heeft een optreden in Hasselt. Sam is vanmiddag de topattractie. Er zitten voornamelijk vrouwelijke fans in de zaal. Maar dat heeft misschien veel met de affiche te maken. Dat is toch ongelooflijk, hè? Als ik kan vastpakken, dan begin je te lachen. Hij lacht mij aan de vierkanten. Dat is niet waar. Dat is misschien het content te vindt. Dat is wel een slechte stoel. Dan moet je die stoel niet vastpakken. Ik kom er niet zo aan, maar met een kleine. De verhuisploeg heeft keihard gewerkt vandaag en het resultaat mag er zijn. Na een lange, vermoeiende dag is de champagne verdiend. Oh, mijn voeten, hè, die zijn zo opgezwollen van vermoeidheid. Jongens, bedankt dat je niet meedenkt ons, maar. Moet jij iets anders hebben, Virginia? Ja, koffie. Dat is een heel erg gesprek. Toch ongelooflijk, Arnoud? Danny. Hey! Hallo in de avond van de ambiance! Hier is Sam Goris! Het optreden is nog maar net bezig en de beveiliging moet al ingrijpen om 2 vrouwelijke fans in toom te houden. Hou me dan vast. Een gas geven als ze ontslapen met die binnen doen. Behalve het bed zijn alle meubels verhuisd. Lindsay en Dave brengen voor de laatste keer de nacht door in het ouderlijk huis. Het zou wel raar zijn, al zo kaal boven, niet? Ja, alles is weg. Amai. Ja, het zou wel... Amai.
Kom, Kasper, want je mag niet meer pissen buiten, hè. Oh, my. Dit was het dan. Sam Goeres. Waren dat twee vrouwtjes? Hè? Waren dat twee vrouwtjes dat die... Mulkens in. Waren. Waar? Hey, just op het podium. Wat een vrouw? Denk het wel. Ja, moppen maken. Denk het wel, ja. Oeh. Maar dat is raar, hè? Ja, dat is raar. Dat is hier zo hol nu, hè? Maar... Hè? Ik zie dat allemaal op één dag is gelukt. Hé, hey, op één dag, hè? Ik ben één begrip met de schat. Morgen vroeg. Morgen met een zusje. Slaap wel, schat. Slaap wel. De volgende ochtend gaat Kelly aan de artistieke ontwikkeling van de kinderen werken. Ik ga dingen doen en jullie doen daarna. Klaar? Oké. Okay. En nu met mijn beentjes lopen. Oeh, Shania. Goed. Ik ga een ander liedje opzetten. Lindsay en Dave zijn nu officieel verhuisd. En ze hebben meteen al hoog bezoek. Bompa is er als de kippen bij om het nest van zijn jongste kleindochter te inspecteren. Is Dave wel eens rond geweest bij jou? Nee. Zal ze wint eens met haar rond gaan als een sigaret op is. Die je daar niet aan hangen, hè, vriend. Hou op. Als ik vraag om dat niet te doen, doen we dat niet. Is dat duidelijk? Zeg je dan? Sorry, mama. Ah, voilà. Ik kan het je niet meer zien doen. Ik zal al eens een tournee geven, hè. Ik ga hem een rondleiding geven. Ah. Hier komt nog de eettafel. Hallo, zeg. De rondleiding. Hier, dat is de... De living. De living, dat heb je al gezien, hè. Dan moet hier nog opgeruimd worden, hè. Ja, dat is de hal. Dat is de voordeur. Hier is een trap van naar boven te gaan. Voilà. En dat is de keukenbompa. Ah. Schoon, hè. Kelly en Sam brengen Keanu en Shania naar oma en opa... die vanmiddag een paar uurtjes op de kleinkinderen zullen passen. Dag, meneer. Dag, mijn bos. Alles goed? Wat blijft? Zie jij mijn vrouw tegen mij? Kiki. Kiki knuffel? Kiki. Kiki knuffel? Shania? Ja, nu gaat het wel. Dag, Keanu, oké? Nicola heeft een afspraak bij een osteopaat. Debbie is niet de enige die last heeft van spanningen. Hoe is het ondertussen, Nicola? Wel goed, maar ik heb een paar weken geleden... een week of twee geleden terug zeer aan mijn rug beginnen. Mm-hmm. En ik dacht van, het is misschien tijd voor ook een afspraak te maken. Ja, dat is terug repareren, hè. Ja. Doe je even hem en broek uit en rug eens terug bekijken. Dag, Kenjike. Dat is fantastisch wat jullie kunnen, zeg. Boom. Hoppa. Hier is de andere. Waar is de Keanu nog? Komt die ook nog? Ja. Valt niet op mijn kwast gezegd. Heb eens op, hè.
Maar tante heeft een keer haar neus gebroken en heeft nog altijd een beetje een probleem met haar neus. Ik heb nog nooit iemand een fars uitgedaan en niet bewogen. Dat doe ik echt niet, hè. Zeg maar. Allee, ga op. Allee, we zijn weg, kom op. Oh. Allee, luister naar, hè. Oh. Dat is al kapot, precies. Het zal er maar wat van basta zeggen. Ça va? Heb ik dat overleefd? Ja, hè. Laat me nu wachten. Ja. Ik heb dat wel nodig, zo, in die keer. Mm-hmm. Ja, en soepel, denk ik niet dat ik dat ooit ga worden. Dat is nog redelijk nu, hè. Voor jullie de rest nog veel van sport? Een beetje bedsport. Niks. Een beetje bedsport, dat is wel. Allee, achteruit terug, kom. Hé, kameraad, dat zijn hier grapjes. Strijk maar terug nog in. Hé, artiest. Wat zeg ik nou? Zeg dat al gebeuren? Nee, jij wist dat niet. Hij moet er niet gaan opstaan. Ja. Maar kies hem. Oh, manneke, toch. Och, arme. Hij moet eigenlijk nog pakken aan het, hè. Ah, jammer, je gaat daarop staan gelijk een artiest. Lindsay en Dave verliezen geen tijd. Een dag na de verhuizing heeft Lindsay alles al ingericht. En dat zijn al kostuums. Zie je dit? Oh, dat is schoon. Dat is heel schoon. Mag je dat erop zitten? Nee, ja. Ik wist het al, hè. Oh. Wat, hè? Dat is grauw, hè. Chic, hè. Goed gedaan, hè. Morgen gaan Jean-Marie en Carmen met de kleinkinderen naar de Beekse Bergen. En dus mag de camper van stal. Wat is dat ding hier nou weer? Dat is erboven. Ik moet een ladder hebben. Kom eens hier, Sanaya. Kom eens hier. Nee, niet doen jij daar. Zie je dat ding daar boven daar? Ja. Kunnen jij erop? Zie je dat ding? Trek dat naar beneden. Trek dat naar beneden. Heb je hem? Ja, goed zo. Ja, maar doe maar. Ik heb het niet vast, schat. Jij bent een artiest, hè. Oei, ik dacht dat mijn dingen ging worden. Ja, nee. Mijn sokkenkas. Ja, nee, die liggen daar. Maar dat is goed, schat, hier de apotheker. Want dan kan de kleine er niet aan. Eentje kas kwijt. Ik kon niet eens precies meteen in de bedkamer. Dan moet ik eens precies. Heb ik daar? Ja, onder mijn pom mag je dat al kwijt. Dan zit je te zagen dat je 3 kassen nodig hebt. Wat stond er na in? Niks. Gel, scheerschuim en deodorant. Meer heb je niet nodig. Maar ik ben al blij dat je daar. Goed, hè? Dat wil zijn. Snel, hè? Snel en wel. Stop met de tuur. Kinderen, blijf maar zitten, blijf maar zitten. Kon die pries al. Blijf maar binnen. Kon die pries al. Bompa erbij zitten, hè. Verlas, hè. Ja, want zie, like vandaag, zullen ze weer eens plukken. Ik kan het daar komen hier, maar goed weer wapperen. Ja. Maar we hebben ons gezegd, ik kom hier graag hier. Ja? Nee, we hebben stress. En ik zei, Pier. Om een paar kinderen te spelen. En de veerbompen? Ja. Dat is het liefste. Allee, school dan. Als je in het drinkblad zou vallen. Ja. Sander, hoe is het, jong? Goed. Mooi tenue aan, jong. Zeg, wat is dat, jong? Een beetje eenheid gaan, hè. Doe dat niet meer. Ik moet hem een beetje publiciteit maken. Mooi, dat gezien, dat. Ja. Ja, maar ik wil op safari gaan. Goed verstaan. Als ik nog één keer hoor klaksoneren, is het geen safari morgen. Dan is het alleen tandarts. Sorry, hè. Ik wil het niet meer horen. Allee, zeg, ik kom maar service is de eerste keer douchen. Alleen hier. Hier bedoel ik, hè.
Ja, wat weet je dat ik zo'n voet zou zien? Dat is volgens mij. Het is volgens mij dat ik huis heb van die verf hier of zo. Dat was die lek hier? Oh, Lies, hier is een touche. Dat heb ik niet meer kunnen onder. Stel de verf. Terwijl Carmen en Jean-Marie een uitstapje van morgen voorbereiden, mag Keanu nog een uurtje bij zijn neefje en nichtje gaan spelen. Deze is voor u van een. Hé, hey, mama! Moet er nog een schone kaart rond doen? Mama! Voorzichtig dat het niet breekt. Ja? Ja, dank je! Ja, 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 ja. Lindsay en Dave kunnen eindelijk van een nieuwe huis genieten. Nu de verhuizing achter de rug is, kunnen ze zich voorbereiden op de komst van de baby. Ik ga het goed doen. Ik zal eens horen wat giet worden. Waar is Jeroen? Waar is Jeroen? Ja, dat komt eruit, hè. Drones. Dat is normaal, hè. Ja, nee, ja. Het gaat hartslag kunnen worden. Ja. Nee. Ik denk dat je sneller contact gaat hebben. Ik ben nog doorgestuurd in mijn vroege leven, hè. Dat is raar, hè, dat het er zo. En vies. Direct. Ah ja. Wacht even, wacht even. Ja? Amai, zeg. Kijk een keer hier. Wat is dat? Schoon, hè? De Dieter die had een tentoonstelling. En die had die vergroot. En we hebben die gekregen. Heel schoon. En ons Debbie. Amaya nagels zijn schoon. Zeg dat. Dat kan in mijn etalage ook hangen, hè, voor de nagels. Ik heb het niet meer gezien. Ja. Ja, dat is normaal. Hier, dat hier. Oh. Dan is hij kent er ook wel. Gevoeld, hè? Ja. Klits. Nee, je nee. Voilà, hè? We liepen ook in die school iets, hè? Dat is een goede stamp. Dat is zo fijn, hè? Het is jammer dat je niet zwanger kunt zijn. Hè? Eerlijk gezegd? Wat? Kind volle eer. Ja, ja. In de volgende.